De Uitkijk, het eerste project dat klaar is van het nieuwe centrumplan van Krimpen aan de Lek. Een appartementencomplex van de ASVZ, mensen die begeleid hier gaan wonen. Een van de families die hier gaan wonen, dat is wel heel bijzonder, dat is de familie Melgers. En wij hebben ze gevolgd de afgelopen tijd sinds ze hier de sleutel gekregen hebben en in het appartement aan de slag konden gaan. En we gaan ze zo meteen ophalen op het oude adres en dan gaan we mee naar binnen op hun nieuwe adres. Maar dat doen we niet zomaar. We gaan met een heel bijzonder vervoermiddel wat helemaal past in de passie van Mak Melgers. Kijkt u ondertussen hoe het ze hier tot nu toe vergaan is in hun nieuwe appartement. En ik stap in en ik zie u straks op het oude adres van de familie Melgers. Goedemorgen. Ja.
En dan nog komt er. Ja. Goedemorgen. Heel goed. Zo, nog een maatje sta ik nog even. Ja, beste kijkers, dat was het appartement van de familie Melchers. Ik zit inmiddels in een Volkswagen busje type T2. Knalgeel van buiten en mooi geel van binnen. En ik word gereden natuurlijk, hè, want rijden en praten, dat gaat wel gelijk. Maar rijden en een microfoon, dat gaat niet. We gaan eens even naar de bestuurster van deze bus. Hoe lang heb je deze bus al? We hebben hem inmiddels al 11 jaar. En is het echt een hobby? Ja, het is een hobby en een soort huisdier. Een huisdier? Is het het enige huisdier? Voor ons wel, ja. Ja, het is onze vakantiebus. Je gaat er ook echt mee op vakantie in de zomer? Ja, altijd. Ja, langere tijd. Ken je de familie Melchers ook, die we nu gaan ophalen? Ja, die ken ik nog van vroeger. Oké. Ja. En je weet ook wie zijn passie dit is, hè, dat busje? Nou, de zoon, hè? Ja. Maar ik weet zijn naam niet. Ja. Mak, volgens mij? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, Mak is helemaal wezenloos van Volkswagen busjes en geef hem eens ongelijk. We gaan dat straks ook zien natuurlijk in zijn eigen slaapkamer. En ik ben heel benieuwd naar zijn gezicht. We gaan zo meteen de bocht om en dan gaan we kijken wat hij ervan vindt. Leuk busje, hè? Echt die jij. Nou, dat is de koolbox. We kunnen er even achter voorin. Sowieso eten. Ga jij maar voorin. Achterin, hoor. Dat zit wat makkelijker. Ja, kom maar. Wie is dit allemaal? Jongens, heb jij net een mooie spandoek. Gaan jullie nu echt weg? Ja. Ze worden persoonlijk mooi. Leuk. Wij zien het. Annie. Ja. 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 Ja
dingetjes. Ja. Ja. Helemaal geweldig. Ja joh, had ik voor gezorgd. Ja hoor, de laatste jaren. Ja, ik ga geloof ik niet meer. Nou, en dit nog. En dit. Dat kijken. Was. Hallo! Hi. Nou, welkom! Fijn dat je er bent! Ja. Nou, gaat het echt gebeuren! Ja. Oh! Ja! En die baas is mooi! Dat is hij in het klein! Ja. Wat leuk! Hoi, hallo! Ja. Speciaal voor jou, hè? Ja! 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 Ja. Hallo. Hi, welkom. Gezellig. Welkom. Ja. Ja, nou oh. Gezellig. Oh. Oh. Je bent niet nog meer. Het is gelijk druk hier. We zijn gelijk bijna even. Neem je me ja, neem ik wel mee. Nou. Leuk hoor. Kunnen we naar de lift gaan? Oh, nee. Kom op. Het is ook wel heel spannend. Ja. Ja. Allemaal heel eng zoiets. Koffie? Nee, koffie. Koffie?
Jolanda Rook, teamleider hier van de Uitkijk. Wat een prachtig project is hier weer gerealiseerd, zeg. Is dit het eerste wat jij hebt neergezet hier zelf? In Krimp aan de Lek is het eerste. Maar ik heb ook woonlocatie Lekkerkerk mogen voorbereiden en daar ook teamleider geweest. Ik werk al wel heel lang bij de ASVZ, maar dit is wel een van mijn mooiste projecten. Nou, het ziet er prachtig uit. Wat voor type woningen is de Uitkijk? Voor welke mensen is dit? Er komen hier 16 mensen te wonen, 16 mensen met een beperking. De mensen die hebben allemaal een eigen appartement en kunnen ook een beetje dat eigen appartement bijhouden. Waar ze dat niet bij kunnen houden, gaan wij ze bij helpen. Dus dat betekent dat we mensen helpen, bijvoorbeeld met hun kleding wassen. We zullen helpen met de badkamer schoonmaken. We hebben daar een heel team medewerkers voor. We hebben 14 mensen aangenomen. Die hebben allemaal verschillende functies. Begeleidende functies. Woningassistenten die begeleiden met name de bewoners met het huishoudelijk werk. En een huishoudelijk medewerker. En met elkaar gaan wij ervoor zorgen dat het hier een fijn thuis wordt voor iedereen. Is het ook de bedoeling dat ze zelf voor hun eten zorgen? Dat mag, dat kan. Op de eigen appartementen kan er gekookt worden. Ja. Maar we hebben ook twee gemeenschappelijke woonkamers. In een van die woonkamers zitten we nu. Daar is een zitgedeelte met een televisie en een eetgedeelte. En daar is ook een keuken. En de begeleiding zal elke avond daar koken met hulp van bewoners. En we gaan ook met bewoners altijd bedenken wat we gaan eten. Uiteraard zullen we op de aanbiedingen letten. Ja. Dat hoort er wel een beetje bij. En dan gaan we koken, gaan we gezamenlijk eten. En na het eten gaan we ook weer gezamenlijk opruimen. En zullen mensen misschien naar de vrije tijdsactiviteit gaan. Of hun huis schoonmaken. Of we doen een spelletje. We hebben bijvoorbeeld al een sjoelbak gekregen van iemand. Ja. En we hebben ook nog andere spelletjes. Ja, wellicht gaan we wandelen. We zitten op een hele mooie plek, heel dicht bij de winkels. Dus even een boodschap halen is natuurlijk zo gedaan. Naar de C1000 voor een boodschap of naar de andere winkels. Nou, er wordt hier enthousiast gereageerd naast ons natuurlijk. Is er 24 uur begeleiding? Of hoe moet ik me dat voorstellen, begeleid wonen? Dat moet u voorstellen dat er hier inderdaad 24 uur begeleiding aanwezig is. Op de avonden zijn we met 2 of 3 mensen, omdat we dan natuurlijk ook alle bewoners thuis hebben. Dan op enig moment in de avond gaan de bewoners naar bed en gaan de 2 begeleiders naar huis en blijft er een derde achter en die gaat hier slapen. Okay. En ook de medewerkers hebben een eigen slaapwachtruimte waar wij 's nachts dus kunnen slapen. En als bewoners ons nodig hebben, dan kunnen ze of naar ons toe komen bij de deur aankloppen. Of ze kunnen ons oproepen middels een systeem dat ze op hun kamer op een knop drukken. En dan gaat bij ons de telefoon over. Ja. Ja. En dan kunnen wij vragen wat er aan de hand is of er naartoe gaan. Ja. Nou, het is natuurlijk geweldig dat op deze manier mensen met een beperking toch enigszins zelfstandig kunnen wonen. Dat was vroeger wel anders. Ik wil je echt complimenteren met het prachtige gebouw, met de prachtige accommodatie. En ja, volgens mij kan ik alleen maar zeggen, heel veel plezier met werken hier. Nou, gaat zeker lukken. Ik ben ook echt blij dat we nu eindelijk van start gaan. Ze heeft een hele lange aanloop gehad, uiteraard. Met alle voorbereidingen en inrichting. Hele prettige samenwerking, moet ik zeggen, met alle ouders en verwanten. En met het bestuur van het ouderinitiatief waar dit onder valt. Maar nu echt gaan starten, daar doen we het voor. Ja, nou. Heerlijk, kan niet anders zeggen. Nou, daar zitten we dan in de gezamenlijke huiskamer in de Uitkijk. We hebben net alle 4 de eigen kamers hebben we gezien en bewonderd met het prachtige behang en de mooie meubels. Ja, en Sjors en Anneke, het is voor jullie toch ook wel een hele stap dat ze nu uitvliegen, hè? Ja, dat kunt u wel stellen, ja. Want al die tijd hun niet ook bij elkaar gehouden. En toen eerst moeders, nou binnenkort naar de Brede Hendrik. En nou, na zo'n lange tijd, dan is het hun niet beurt. Hè? Ja. Dus, maar dat vinden we wel leuk. Dus, ze krijgen nou allemaal een mooi stekkie. Dus, zeker weten. Nee, we zijn hartstikke trots zo. En we zijn blij dat we die datum even kunnen halen. Dus, want eerst zaten we in het begin van, nou, 4. Dat wordt toch aardig pittig. Maar we hebben het gered. Dus. Het is gelukt. Ja. Jullie hebben er heel veel werk in gestoken zelf. Hoeveel werk? Nou, we hadden geloof ik alle 4 de muren in 14 dagen erin zitten, of alle 4 de appartementen. Dus
Dus dat is wat dan? Voorstrijk? Voorstrijken en dan met glasvezelbang. En daar nog stukken. Stukken en behangen. En behangen. Ja. Dus ja, het was aardig het werk. Maar ja, met de lieve vrienden, zeg maar, en van jouw werk. Ja, we hebben het mooi voor elkaar. Ja. Nou, en het resultaat mag er zijn natuurlijk, hè. Maar goed, dat is dan het klussen. In je hoofd is het ook heel erg druk, denk ik. Hoe is dat de afgelopen tijd geweest? Nou, af en toe wel s'nachts wakker liggen, zeg maar, dat gewoon blijft malen. Zo van, hoe moet alles geregeld worden, administratief? En hoe krijgen we alles zo als we willen, zeg maar? Dan is dat klussen eigenlijk het eenvoudige deel, zeg maar. Ja. Dus gewoon samen ervoor voor gaan. Hè? Zeker weten. Dat doen we altijd. Ja. Ja, dat doen jullie al die tijd al. Ja. Dat is een vrouwending, hè, wakker liggen 's nachts. Dat is nou helemaal zo. En vannacht gaan ze voor het eerst hier slapen natuurlijk. Ja. Hoe vinden jullie dat? Ja, even vreemd, maar ik denk wel hartstikke leuk voor ze. Dus, Vraag af hoe ze dat zelf gaan ondervinden. Ik denk van dat gaan ze hartstikke leuk vinden. Ik bedoel, ze hebben al die tijd in een klein huis gezeten. En met twee personen op een slaapkamer. Dat is op zich niet zo erg. Maar gewoon met de rollators en de rolstoel van moeders. En ja, er was gewoon altijd weinig ruimte. En nu als ze hier zitten met de 40 vierkante meter per persoon, zeg maar, dan hebben ze gewoon lekker de ruimte om met de rollator in huis te lopen. Ja. En dat was in het oude huis was dat niet zo. Met het geval dat ze wel eens vielen of stonden te dansen, zoals Annie dat kan doen. Dan staat ze te wieben, dus dan denk je van blijft ze staan of gaat ze vallen. Ja. Dus nou kan ze gewoon met de rollator door het appartement lopen. En dat is, geeft ons wel een stukje zo van dat het een stukje veilig is. Ze zijn behoorlijk elastisch, hebben we gemerkt. De afgelopen tijd denk ik van ze breken niets, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Maar ze worden ook ouder. Dus dus dat betreft voor ons wel een goed gevoel dat ze dat hier wel kan. Het was een lot uit de loterij, denk ik. Hè? En dan allemaal op dezelfde verdieping. En dat het op zo'n locatie voor allebei de partijen. Nou, is dat gewoon prachtig zo. Met een goed gevoel laat je ze achter. Zeker weten. Niet echt achterlaten. Nee, maar goed. Ze blijven hier, maar ik bedoel, wij zitten 5 minuten er vandaan. En het is niet zo dat we zeggen van jongens, veel plezier en we zien jullie in het weekend wel als we naar de camping gaan. Dat doen we niet. Nee. En ook een applaus voor Jolanda. Dat ze het heel leuk met de meiden altijd doet. Dus dat willen we ook even zeggen. Ja, dus, Jolanda Rook, teamleider van de uitkijk. Ja. Hier, dus, en daar hebben we heel keihard voor gewerkt voor hun. Dus, het resultaat is erna. Dus. Met name Paul, de cameraman, heeft jullie natuurlijk gevolgd de afgelopen tijd. Hij heeft met eigen ogen gezien wat er allemaal aan werk verzet is. Met name door jullie twee. En ik denk dat ik ook namens hem jullie gewoon een heel groot compliment mag geven hoe jullie dit aangepakt hebben. Het ziet er prachtig uit. Dank u wel, mevrouw. Ja, dank u wel. Het is altijd leuk om te horen dat ze het mooi vinden. Ik bedoel, je hebt het iets in je hoofd zo van hoe het eruit moet gaan zien. En je wil ze toch een warm nestje geven, zeg maar, waar ze naartoe gaan. Waar ze zich gelijk thuis voelen. Vooral met dat stukken, weet je, want dat hadden we natuurlijk nog nooit gedaan. Nee. Dus dat was voor haar even spannend. Hoe zou het eruit komen te zien, weet je wel. Dus. Dat is aardig gelukt. Ja. U heeft mee kunnen kijken het hele traject van de sleutel tot aan het bijna het slapen. We blijven niet als jullie gaan slapen. Dat laten we jullie gewoon lekker zelf doen. Maar jullie hebben prachtige kamers. Yeah. En ik wens jullie ontzettend veel plezier hier in de uitkijk. Moet jullie even klappen.